Het is maandag 17 maart. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Aantal Rotterdammers in de bijstand blijft maar groeien. Stemmen, het lijkt zo makkelijk, maar let wel op. En huurders pakken de fundering van hun complex aan. En alvast kort het weer van morgen. Er is weinig verschil met vandaag. Hier is Ed Aldus. Inderdaad, Mirjam. Dinsdag is het vooral veel van hetzelfde. Dat betekent opnieuw veel bewolking. Naarmate de dag voort, het kan af en toe de zon even tevoorschijn komen. Het blijft vrijwel overal droog. Temperaturen een graad of 12. En dan waait erbij een matige wind uit het zuidwesten. Nou, de komende tijd staat er heel wat te gebeuren op weergebied. Nou, straks meer daarover in het lange weerbericht. Tot zometeen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Rotterdam blijft maar groeien. Sinds januari zijn er al 10% meer uitkeringen aangevraagd ten opzichte van vorig jaar. Het zijn de naweeën van de crisis en een oplossing is nog niet in zicht. Nee, 2014 is een zwaar jaar. Hè? Nou, 2014 is gewoon nog een heel ellendig jaar en dat merk je eraan. Eindelijk gaat het economisch beter. Al die cijfers die laten nu groene cijfers zien. Maar de werkloosheid en de bijstand die lopen nog achter. Oké, de crisis is voorbij, alleen dat laat zich nog niet terugvertalen in meer banen en minder werkloosheid. Integendeel, Rotterdam kampt met een forse groei van het aantal mensen in de bijstand. Nu al 38.000 en dat kost de stad 600 miljoen euro. Het aantrekken van een economie betekent niet dat er onmiddellijk over de hele linie meer werkgelegenheid zit. Zeker niet bij de overheid. Daar gaat toch een substantiële tijd overheen. En dat kan inderdaad nog wel een jaar, misschien wel twee jaar duren voordat dat echt substantieel aantrekt in termen van werkgelegenheid. De haven groeit, alleen dat levert nauwelijks banen op. De bezuinigingen op zorg en onderwijs zullen dat ook niet doen. Dus waar zitten de toekomstige banen? Nou, voor die 38.000 mensen in de bijstand komen er vooral kansen aan in de bouw en in de transport. We zien zo langzaamaan richting 2015 dat de economie ook weer gaat aantrekken. En dat gaan we hier in dit gebied, in onze stad en in de omgeving zien. En je ziet ook dat de industrie langzaamaan weer veel meer durft te investeren. En je ziet eigenlijk eerst altijd dat bedrijven weer gaan investeren en plannen gaan maken. En dan vervolgens groeit ook de werkgelegenheid. Dan pas zie je altijd in een vertraging dat ook de bijstand weer slinkt. En minister Asscher, vandaag op werkbezoek in Rotterdam, ziet een goed voorbeeld in het metaalverwerkingsbedrijf dat werk terughaalt vanuit Polen. We komen uit een crisis van 5-6 jaar met een hele slechte economie. En juist die werkloosheidscijfers zijn het afgelopen jaar heel slecht geweest. Dat zie je ook terug in de bijstand. Rotterdam laat aan de andere kant ook zien, met dit soort initiatieven, werk terughalen uit Polen, dat we er wel degelijk wat aan kunnen doen. De verbindingsweg van de A13 naar de A20 is al sinds 12 uur vanmorgen dicht. Een vrachtwagenchauffeur verloor op het Kleinpolderplein de controle over het stuur, waarna zijn wagen schaarde. Een van de twee zeecontainers die de vrachtwagen vervoerde viel om en kwam op de weg terecht. Het verkeer werd geadviseerd om te rijden over de A12 richting Gouda. Pas rond 3:30 werd de zeecontainer weggehaald door een bergingsbedrijf die hem 100 meter verderop weer verloor. Rijkswaterstaat hoopt dat de weg rond 5:30 weer open kan. De Rotterdam is net geopend en nu al krijgt de Wilhelminapier in Rotterdam er weer twee nieuwe woontorens bij. Met naast woningen ook ruimte voor bedrijven. Maar het meest bijzondere van deze nieuwe woontorens is dat er één speciaal is voor oud-medewerkers van de Holland-Amerika-lijn. Hier op de Rotterdamse Wilhelminapier is de Holland-Amerika-lijn nog volop aanwezig. Bijvoorbeeld het voormalige hoofdkantoor waar nu Hotel New York zit. Maar de hal heeft hier een nieuw kantoor. En dan is er natuurlijk nog de cruise terminal. De plek waar de schepen van de hal nog jaarlijks aankomen en vertrekken. Maar de band tussen de stad en de hal wordt nog hechter. Zo komt er nu een speciale woontoren voor oud-medewerkers. En die komt daar achter Las Palmas. En zo komt de nieuwbouw eruit te zien. Twee woontorens, waarvan er één uit huur- en koopwoningen zal bestaan voor iedereen die maar interesse heeft. En de andere woontoren is helemaal van het pensioenfonds van de Holland-Amerika-lijn. Bleek dat die Holland-Amerika-lijn Investment was de opdrachtgever, de financier eigenlijk, achter dit project. En dat is zo ontzettend leuk om te doen, omdat die mensen eigenlijk één grote herinnering hebben, één grote historie hebben met deze locatie. Op de begane grond komen bedrijven en horeca. Nou, daar komt aan de waterkant, dat is op het zuiden, komt natuurlijk heel veel horeca. Dat kun je
Ik bedoel, ik weet het niet, want ik verhuur ze niet, maar dat kun je eigenlijk op je vingers natellen. Daar is het interessant, daar heb je de kade, daar heb je de zon en daar heb je het uitzicht op het water natuurlijk. Boven de bedrijfsruimte komt een parkeergarage voor de bewoners. Maar de gevel van deze parkeergarage wordt iets bijzonders. Ook, en we hebben daar eigenlijk een heel nieuw thema voor ontwikkeld. Namelijk een beeld, de beelden van de hal, posters van vroeger. Die hebben we gescand. Daar hebben we met de computer allerlei trucjes mee gedaan. En dat zijn uiteindelijk lamellen geworden. Stalen lamellen die hebben een bepaalde diepte. Dat het eigenlijk niet een plat beeld is, maar dat het echt de diepte en relief kent. Die diepte en relief die veranderen naarmate je langs het gebouw gaat. Dus het perspectief verandert uiteindelijk wat je ziet, waardoor het een heel grote rijkheid kent in de belevenis en wat je ziet. En dit zie je dan. Dat zijn de boegen van de schepen. Ja. En dat zie je over alle parkeerplekken. Ja, dat zie je over alle parkeerplekken, zie je dat. Als alles volgens planning verloopt, zou er in augustus van dit jaar met de bouw begonnen worden en zijn de woontorens in 2017 klaar. En zo meteen in deze uitzending gedraagt Dave zich als een echte vent op de mannenbeurs. Oh, ik ga er nou eens op zitten. Oh ja, heerlijk. Ik ga er nou eens op zitten, dat is toch veel mooier. Kijk, dan pak ik deze lui spreken. Hoe vind je nou zoiets? Dat is echt een man op zo'n ding te zitten. Geef eens gas, doe eens gek. Hier natuurlijk, hoppakee. En gaaf, zo gaat dat. Nou. Dat wordt wat zometeen, maar eerst, het lijkt zo makkelijk. Je kleurt met een rood potlood het goede hokje in en klaar ben je. Je hebt gestemd. Toch hebben er nog genoeg mensen moeite mee. Want vooral in de grote steden zijn er veel stemmen die ongeldig verklaard worden. Tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen was Rotterdam koploper ongeldige stemmen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 waren er in Rotterdam maar liefst 1300 stemmen niet geldig. Om het wel even in perspectief te plaatsen, 1300 ongeldige stemmen is 0,3% van degenen die een stem hebben uitgebracht. Nou, en dan valt het op zich wel mee. Het is natuurlijk wel heel erg zonde dat er dus 1300 mensen geen geldige stem hebben uitgebracht. Dan maakt hij geen deel uit van de uitslag, dus dan wordt hij ook niet meegeteld bij de partij waarop degene misschien gedacht had de stem uit te brengen. Dus het is een verloren stem? Het is een verloren stem. Voor de meeste mensen is het misschien wel duidelijk, maar... Om een geldige stem uit te brengen moet het ondubbelzinnig vaststaan op wie u wilt stemmen. Het vakje moet geheel of gedeeltelijk rood worden gekleurd. Dit mag dus niet. En dit ook niet. Maar wat nu als kiezers zich tijdens het inkleuren toch nog bedenken? Dan kunnen ze zich naar de voorzitter begeven en vragen, ik heb een vergissing gemaakt, kan ik nog een nieuw stembiljet krijgen? En dat wordt eenmalig toegestaan. Omdat stemmen anoniem moet gebeuren, worden stemmen met handgeschreven namen ook niet meegenomen in de telling. Toch is het niet zo dat het stemblad onbeschreven moet blijven. Ik onthoud me over het oordeel van de tekst die erop staat. Wat wel helder is, is het vakje is goed ingekleurd. Het is duidelijk op wie deze stem is uitgebracht, dus dit is een geldige stem. Op dit moment wordt in Rotterdam-Zuid op het Afrikaanderplein het Hindoestaanse Holi-feest gevierd. En traditioneel gebeurt dat met het gooien van allerlei kleuren verfpoeder en met veel muziek. Tijdens het Holi-feest vieren de Hindoestanen wereldwijd zowel het begin van de lente als van het nieuwe jaar. En het Holi-feest duurt nog tot morgen. Een bijzondere dag voor de bewoners van de Teylinger en Agniesestraat in Rotterdam. Wethouder Karakous kwam namelijk het startsein geven voor het herstellen van de fundering van hun woonblok. Hoewel de gemeente eigenaar is van de woningen, hebben de huurders de reparatie zelf bekostigd. Een bedrag van ruim €500.000. In 1994 dreigde het woonblok te worden gesloopt. Maar daar staken de bewoners toen een stokje voor. Met de gemeenteraad, de eigenaar van de panden, sloten ze een deal. De huurders mochten blijven tegen een zacht prijsje, maar werden wel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun huizen. Wij hebben een contract met de gemeente Rotterdam waarin staat dat als wij erin slagen om het veilig te houden, dat wij recht hebben op continuering van het contract. Dus door dat geld te sparen voor die fundering, verzekeren wij ons ervan dat we nog tot een lengte van jaren hier kunnen blijven wonen. Sinds jaar en dag betalen bewoners ongeveer €150 huur per maand. Dat de 32 huurders van het blok ruim €500.000 konden sparen, is dus niet zo vreemd. Nu het funderingsherstel een feit is, kwam wethouder Karakous langs om de bewoners te feliciteren. Het is voor het eerst dat de huurders van een woning
gespaard hebben en zelf funderingsherstel laten plegen aan het totale blok. En daarmee zeggen ze eigenlijk van we willen hier blijven wonen, want we vinden de omgeving hartstikke goed, de woning is goed en het is betaalbaar voor ons. Is de gemeente blij met u? Ik denk ja en nee. Aan de ene kant vindt men dit leuk, aan de andere kant vinden ze het misschien ook jammer dat ze dit blok nooit meer terugkrijgen. Krijgen ze het nooit meer terug? Krijgen het nooit meer terug, nee. U gaat hier dood? Ik niet alleen, maar ik denk dat de rest van de bewoners ook allemaal zeggen van wij blijven hier tot in eeuwigheid wonen. Ga je hier ooit nog weg? Ik denk het niet, nee. Ik betaal, exclusief is het ongeveer 160 euro. Ja. Dat is niks. Dat is helemaal niks inderdaad. Gaat hier ooit nog weg? Nee! Misschien tussen zes planken, maar zover is het voorlopig nog niet. Met je man gezellig over de huishoudbeurs. Veel vrouwen moeten er niet aan denken en de mannen ook niet. Daarom bedachten drie vriendinnen in Meerkerk de enige echte mannenbeurs. Compleet met snelle machines, veel pk's en de geur van benzine. Dit weekend was de eerste editie en wij stuurden onze eigen 100% man, Dave van der Wal. Waarom zo'n mannenbeurs? Ze moeten wel eens mee met een vrouwenbeurs waar allerlei dingen te koop zijn die ze niet leuk vinden. Ja, en wij hebben iets stoers eigenlijk bedacht. Met je voeten in de klei, hè? Zoals de buurman dat hier zegt. Ja. En gaan, hè? Zo werkt dat. En herrie. Maar natuurlijk wel altijd binnen de perken. Waarom? We moeten ook een beetje denken om de buren. Ah, joh, kom weet op. Je wel? Kijk, wij moeten al zoveel als mannen zijn. Ik wil herrie. Ik ben het 100% met je. Wil je herrie? Ja. Zal ik jou herrie geven? Geven we natuurlijk even een boel. Ja, zoals dat heet, Dori. Mooi, misschien is niet bij de armband houden. Klik het op, weten. Dat ruikt lekker, hè, van de buurman. Nou, geweldig. Zo heerlijke, lekkere luchten. Fijn, hoor. Nee, hè? Nee, niet echt. Maar het is een mannenbeurs, hè? Mannenbeurs, toch? Wat doe je hier? Ja, wij zijn voor de vrouwen. Die moeten natuurlijk ook vermaakt worden. Hoezo? Het is een mannenbeurs? Ja, maar die vrouwen die moeten toch mee met de mannen? Hoezo? Het is een mannenbeurs? Ja, maar vrouwen moeten ook wat hebben, toch? Jullie hebben toch de Margriet Winterfair, jullie hebben de Libellendag, jullie hebben van alles. Hebben van alles, maar wij hebben ook voor stoere mannen ook armbanden, horloges. Dat kan niet, maar we moeten de bagger in. Mooie ringen. Ja, maar je willen toch ook met een kettingzaag. Nee, want die blijven thuis. Nee, die gaan niet mee. Die kunnen niet achter op de squat. Die mogen ook altijd mee. Jullie willen altijd maar wat. Die kunnen ook op de squat. Nee, blijf daar gewoon eens een keer thuis. Nee, we willen niet thuis blijven. Snap u het? Nee, ik zat ook even te kijken. Dat is een mannenbeurs, hè? Ja, het is een mannenbeurs, ja. Maar het is wel interessant. Pneumatische techniek is dit. Ja, precies. U weet wat dat doet, pneumatische techniek? Nee. Dat is een mannenbeurs, hè? Ja. Waar zijn het nou typische mannen? Het zijn geen typische mannen hortenstellen. We hebben natuurlijk voor mannen en vrouwen allerlei mooie hortenstellen. En qua kleur kun je natuurlijk een stoere kleur kiezen of niet. We hebben zelfs transparante hortenstellen. Als je nou echt een technische man bent, is het natuurlijk wel heel leuk om te zien wat zit er nou aan de binnenkant van het hortenstel. Die zijn er ook. Ja. Heb ik niet bij me. Maar, zijn er nou vaak de mannen die zelf komen of dat de vrouw zegt van mijn man heeft train nodig, want hij hoort me niet meer? Dat gebeurt vaak en dan zegt die man vaak, ja, maar ik hoor je wel, maar ik luister niet. Nee, maar dan is het altijd een kwestie van gewoon een test doen en dan weet je in hoeverre het waar is wat je vertelt. Ja, dus we halen hem eraf en weer erop. Doorgelopen tot de druk. Echt mannending dit, hè? Ja. Ja, alleen mannen kunnen dit, toch? Ja, ik kan heel erg hard remmen. Ja, die ook een beetje grommen, weet je. Is dit voor eentje? Dat is een waterpomp. Zo, en hoeveel liter per minuut? 140 of zo? Ja, zo. Oh, lekker, man. Dit jaar hebben we het zonder moeten doen. Ja, eigenlijk wel, maar nu eindelijk weer een keer een echte man. Echt niet voor mannen en voor de jongens en niet voor meisjes. Nee. Hai. Helaas komen we wat doe jij hier? Het is voor mannen. Ja, maar ik ga ook op de quad rijden. Nee, jij gaat helemaal niks. Dat is voor jongens. Nee hoor, jij moet gewoon naar huis. Nee. Ja, jij moet met je poppen spelen. Vind je niet? Ik wel hoor. Ja, wij wel hoor. We gaan lekker ervoor staan. Nee. Dit is voor mannen. Wat een idee. Hey man, zo gaat dat. Heerlijk, hè? 260 pk, dat is nogal wat. Ja, dat gaat zeker 100 kilometer. Nou, je wilt toch lekker op Saint-Tropez met een mooie blonde vriendin achterop? Ja, dat kan ook. Ja, pas en stop de tijd.
Wat? De handen kijken, hebben vieze handen? Nee hoor. Nou, een beetje. Echte mannen vegen dat gewoon aan hun broek af. Tot volgend jaar? Ja, zeer zeker. Ik hoop het wel. Echt. Dat ik jou weer zie dan. Oh nee, tuurlijk. Ja? En dit was Rijnmond Nieuws. Zometeen naar het weer kunt u kijken naar FC Rijnmond. En dat wordt gepresenteerd door Frank Vijg. Frank, je hebt William Vloed aan tafel. Heeft hij al een nieuwe baan? Nou, dat ga ik hem zo vragen. Misschien zou dat fantastisch nieuws zijn. Ik denk in elk geval dat het een spannend gesprek wordt met een man waar je alles van kan zeggen, maar loopt nooit weg voor zijn verantwoordelijkheden. Ook niet deze bij FC Rijnmond. En we worden straks geflankeerd door onze chef sport, Ruud van Os. Tot zo. Dat dus zometeen. Meer nieuws kunt u vinden op onze website, rijnmond.nl. En nog een fijne dag verder.